Wat geeft jou het gevoel, want je bent 33, je hebt de laatste jaren niet heel veel wedstrijden gekickboxd. Wat geeft jou het gevoel en het vertrouwen dat jij klaar bent voor deze rematch? En in het verlengde daarvan voor een wereldtitelgevecht met Rico Verhoeven? Om even duidelijk te zijn, er is nog helemaal geen sprake van wereldtitel of überhaupt een gevecht tegen Rico Verhoeven. Mensen praten over die rematch alsof hij al vaststaat, maar dat staat hij niet. De besprekingen zijn gaande. Ze lopen nu een beetje stil, dus we zijn nog helemaal niet bezig ermee. Tenminste, ik heb nog niet eens besloten of we die wedstrijd gaan doen. Wat wel belangrijk is, is de wedstrijd die 3 maart is. En waarom ik denk, waarom ik het nog steeds kan op mijn 33ste. Ik denk dat 33 niet oud is. Ik denk als we even moeten kijken naar recent Roger Federer, die op zijn 36ste nog steeds Australië opent binnen tennis, alsof het niks is. Nou, dan denk ik dat ik nog wel een beetje mee kan doen. En als je Klitschko kijkt, die tot zijn 39ste nog steeds mensen in elkaar sloeg, totdat hij Anthony Joshua tegenkwam. Dus ik denk dat leeftijd op dit gebied, en je weet, zwaargewichten die worden wat later volwassen. Dat is wat anders dan in het lichtgewicht. Dus wat ik zeg, we worden wat later volwassen en we doen iets langer mee. En ja, als ik naar de divisie kijk wat er nu rondloopt. Ik denk dat ik daar een paar jaar geleden geen zweetdruppel voor gelaten had. Dus, en in die vorm ben ik nu. Dus er is gewoon geen concurrentie op dit moment. En dat zal ik 3 maart bewijzen. Ik snap dat je eerst naar deze wedstrijd wil kijken. Dat zeggen andere sporters ook altijd. Maar ik neem aan dat je wel in je achterhoofd zoiets hebt van, dat wil ik toch nog wel een keer doen. Als je deze wint, zeker. Nee, dan maak je toch een fout om voor mij te denken. Omdat ik niet zo denk. Weet je, het belangrijkste wat ik vind is deze wedstrijd. En Rico Verhoeven is voor mij totaal niet belangrijk op dit moment. Is ook nog niet gaande. Kijk, zoals iedereen weet, in deze zaal ben ik een broodvechter. Dus als het betalen goed is, komt de wedstrijd van Rico vanzelf. Dus zo simpel is het. En om te zeggen van nou, ik zou nu nog een gordel willen of ik zou nu nog... Ik heb gordels thuis hangen. Het enige wat ze goed voor zijn is dat ze stof verzamelen. En voor de rest helemaal niks. Dus wat ik belangrijk vind is dat de paycheck er is. En dan zorg ik dat ik er ook sta.